Ik ben Alex. En ik ben Lou. En onze vraag is of de doodstraf rechtvaardig is. Ik denk dat de doodstraf niet rechtvaardig is. Als iemand moord begaan heeft, dan heb je niet het recht om diezelfde weer te vermoorden. Omdat je zelf dan ook een moord pleegt eigenlijk. En ik denk niet dat diegene zal leren van zijn fouten als hij dood is. Nee, nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat ik denk. Maar het is ook meestal de mensen die een moord plegen, die realiseren zich niet dat ze zelf ook vermoord kunnen worden. Dat een straf is. Dus jullie zijn eigenlijk tegen de doodstraf? Ja. Maar wat zou een gepaste straf zijn volgens jullie? Ja, ik denk dat toch een celstraf of gewoon hulp gewoon het beste is. Ik denk dat daar iemand het meest van leert om niet meer nog een fout te begaan. Ja, maar dan zit de vraag of iemand nog wel het recht heeft om dat te leren. Ik vind het wel raar dat als iemand een moord heeft gepleegd, dat diegene nog, dat daar hulp en tijd in gestoken wordt. Jij vindt eigenlijk dat hij in zijn cel mag zitten en voor de rest geen aandacht meer aan besteden. Ja. Maar het is ook weer, diegene heeft natuurlijk ook familie en diegene zullen daar minder blij mee zijn. Dus dat is een beetje een moeilijk punt. Maar ik denk dat als hij hulp krijgt en dan weer vrijkomt, dat hij gewoon weer aan het werk kan en weer mee kan dragen aan de maatschappij. Aan de maatschappij, ja. Ja.